Ja, dat weet ik. En waar heb ik het dan over? Over de rookmelders. Precies. In huis. En u heeft ze ongetwijfeld in huis? Nee, we hebben ze nog niet in huis. Ach. Nee. Ik woon nu in een appartementengebouw in de Gouden Leeuw. En daar in de grote ruimtes is het niet mogelijk, want dat is veel te hoog allemaal. Maar we moeten ze nog in ons eigen appartement ophangen in de keuken. En misschien weet u ook wel dat een rookmelder op iedere verdieping in het huis verplicht wordt. Ja, dat weet ik. En is dat ook de benedenverdieping? Iedere verdieping, dus de benedenverdieping telt ook als verdieping okay. mee, neem ik aan. Nou, dan moet ik er nog twee kopen. Nou, ik dacht eerlijk gezegd dat dat al langer was. Dat iedereen dat heeft. Want u heeft ze vast al in huis dan? Ja, ja, maar wij hadden ze, misschien wel, hoe lang bestaat het? 20 jaar of zo? Ja, zoiets. Nou, ik denk dat wij dat wel 20 jaar gehad hebben. Maar we wonen nu in een nieuwbouw. Dus daar zit het vanzelf al in. Dat is door de woningbouw is dat geplaatst, 2. En ik neem aan dat het een goede kwaliteit is. Daar ga ik wel vanuit, ja. Vindt u het een goede zaak dat ze verplicht worden? Ja, vind ik wel. Ja. En, voor de veiligheid ook, hè? Ja, voor de veiligheid. Ja. Het kan levens redden, is bewezen, hè? Dat zou kunnen, dat heb ik nog niet gehoord, maar het lijkt me van wel, ja. Ja, want hoe eerder je brand signaleert, hoe beter het is natuurlijk. Ja. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Ja. Nee. Dus misschien is het een goed idee om gauw wat rookmelders te kopen voordat ze uitverkocht zijn. Oké, en wat waren zijn de redenen dat ze verplicht worden? Nou, ik denk dat ze heel wat brand kunnen voorkomen. Ja, dat snap ik, maar waarom dan nu ineens verplichten, terwijl dat natuurlijk eigenlijk altijd al zo is geweest? Ja, ik denk dat de geesten nu onderhand wel rijp zijn in Nederland voor rookmelders. Okay. Nee, eigenlijk niet. En weet je waar ik het over heb? De rookmelder. Kijk, dat is nou iemand die helemaal op de hoogte is. Heb je al rookmelders in huis? Nou, als het goed is heb ik er wel een paar. Ik weet alleen niet precies waar ze overal zitten, maar we hebben ze zeker wel. En wat vind je ervan dat ze per 1 juli verplicht zijn? Ik denk dat het wel goed is omdat sommige mensen bijvoorbeeld het fornuis aan laten staan en bijvoorbeeld er dan brand komt, maar ze dat toch niet doorhebben. En met rookmelder komen ze dan denk ik toch wel sneller achter. Dat je niet al te goedkope moet hebben, want dan zijn binnen de kortste keren de batterijen op en dan krijg je geen seintje van. Dus dan denk je dat je beveiligd bent, maar dan doet de batterij het niet meer, dus dan heb je er ook niks aan. Ik heb er al eens verhalen over gehoord, dat er in de nacht brand is ontstaan. Maar ja, iedereen moet doen wat hij wil. Dus, wat heeft u dan gehoord bijvoorbeeld? Ja, wij kennen ze van ons, dus er is 's nachts de vaatwasser in brand gegaan. En heel toevallig zijn ze erachter gekomen, zijn ze via het raam allemaal nog kunnen ontsnappen. Maar de hele onderverdieping was verbrand, dus ja, de rookmelder was dat kunnen voorkomen. Vindt u het een goede zaak dat ze verplicht zijn? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik vind het wel. Want stel, hè, als je slaapt en er gebeurt iets of zo, met wat je veel hoort met de telefoonopladers of zo. Hè, nou ja, en als je het ruikt, ben je misschien dan te laat. Dus, ja, want de wasmachine kan spontaan in de brand vliegen. Precies, ja, daarom. En je zult er maar geen rookmelder hebben? Nee, ik vind het een veilig gevoel. Ik heb ze altijd gehad trouwens. Nee, ik heb een nieuwe. Ik heb een ander huis en ik heb een nieuwe nu. Ja. Ziet u daar het nut van in, van de rookmelders? Ja. Ja, want daarom heb ik hem in ieder geval 1 al jarenlang. Althans, ik ben al aan mijn tweede serie bezig. En er schijnt wel verschil te zijn tussen de ene rookmelder en de andere rookmelder. Ja, dat klopt. Maar ik heb ook koolmonoxidemelders in huis. Maar die zijn nog niet verplicht? Nee, maar die heb ik wel daar waar de ketel staat, ja. En wat vindt u ervan, van het feit dat de rookmelders verplicht worden? Daar ben ik absoluut mee eens. Ja, ja, brand wil je niet hebben, want je merkt er te laat wat van. Ja, heb ik gehoord. En mogen we u vragen of u die al geïnstalleerd heeft? Ja, heb ze al gedaan van de woningstichting. Oké, dus... Ik ben daar voorzien. U bent daar voorzien? Denk je dat nu veel mensen naar de winkel rennen om rookmelders te kopen? Nee. Want ik denk dat er niet op wordt gecontroleerd. Nee. En dat zou eigenlijk wel moeten, beluister ik van je. Nou, dat zeg ik dan ook weer niet. Maar ik denk dat het zou handig kunnen zijn. Het is voor je eigen veiligheid. Als je denkt, nou, ik kom vanzelf wel buiten, maar uiteindelijk toch niet. Dan is het je eigen fout, denk ik. Dus je moet het niet laten afhangen van het feit of er gecontroleerd wordt of niet?
Het kan levens redden en ook dat van jou. Ja. Nooit over nagedacht, omdat ik het al heel normaal vind. Voor u is het heel normaal. Maar denkt u dat alle mensen nu die geen rookmelder hebben, gauw naar de winkel rennen voor 1 juli? Ik denk het niet, nee. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die misschien geen batterij erin hebben of zo. Want dat hebben wij ook ooit eens een keer gehad. Toen dacht ik, nou wat is dat dan? Ja, ik heb ze eerder wel gehad toen ik nog een studiootje huurde. Daar was het verplicht, dus daar waren ze overal in elke studio. Maar nu hebben we een koophuis. Dus, Er schijnt wel verschil te zijn in rookmelder, hè? Ja, dat neem ik aan. Ja. En ik geloof dat je ook op iedere verdieping een rookmelder moet hebben? Oké, op iedere verdieping. En als je nou een bergzolder hebt, dus niet een zolder waar je kan lopen? Ja, dan is het denk ik even de brandweer bellen en vragen om advies. Oké, nou ja, goed om te weten. Maar misschien gaat u zeer binnenkort nog wat rookmelders kopen dan? We gaan in ieder geval even ons goed inlezen in welke rookmelders er zijn en een goede keuze maken. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, voordat ze allemaal uitverkocht zijn. Ja, ook dat. Ja.